Het asfalt en de hectiek maken dit weekend plaats voor de Azuurblauwe Zee en de rust van de Caribbean. De Amstel Curaçao race staat vooral in het teken van de pijn wegpoetsen. Het was gisteravond een beetje laat geworden, maar dat hoort ook bij Amstel Curaçao. Danny van Poppel heeft zijn uitnodiging voor de Curaçao race te danken aan zijn opvallende prestaties in de Tour de France. Hij was met zijn 19 jaar de jongste deelnemer sinds de Tweede Wereldoorlog. In de eerste etappe sprintte hij meteen naar de derde plaats. Ja, iedereen kent me nou wel een beetje. En als je zegt dat je de Tour de France hebt gereden, dat kent natuurlijk iedereen. Ja. De broers tekenden onlangs een contract bij Team Trek, een wereldploeg met grote ambities. Voor de Van Poppels is Trek de volgende stap in hun carrière als profrenner. De kans is dan ook groot dat we de broers volgend jaar weer in de Tour zien. Hopelijk dat we volgend jaar weer kunnen starten, maar we gaan ons niet blind staren op de Tour. Maar als we vragen waar we zouden willen rijden, dan is dat wel de Tour, ja. Maar eerst nog flink rusten na een zwaar seizoen. En niet te vergeten, de Amstel Curaçao race. Ja, je wil natuurlijk toch wel meedoen in de koers. Dus ik ga vandaag maar eens een stukje fietsen, denk ik. En zal ik toch mijn fiets nodig hebben? Dus die zal ik maar eens uitpakken.